hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 13 december. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Zeeman Confronteert. Nou, dat was echt super heftig. Ging over een man en zijn ex-vrouw die had dus aan de bel getrokken. Hun kenden elkaar van vroeger en eigenlijk na zoveel jaar, na 52 jaar of zo, zijn ze weer in contact gekomen. En daar is uiteindelijk ook gewoon een relatie uitgekomen, getrouwd en zo. Maar hij vroeg al steeds heel veel geld aan haar. Inmiddels stond de teller op 123.000 euro of zo, wat hij haar nog verschuldigd was. En toen zei hij ook nog eens dat hij ziek was. Hij zou leukemie hebben en daar had hij helemaal een boek over geschreven, hoe je dus toch positief kunt blijven en leuke dingen kunt blijven doen, ondanks dat je ziek bent. Nou, dan kwam hij helemaal bij de mediaprogramma's en alles. En hij mocht bij lokale radiostations komen, want die mensen die hadden daar ook hoogte van gekregen. Die vonden dat verhaal zo mooi. En hij had een hele grote passie en dat was de Formule 1. Ja, dan gingen mensen op een gegeven moment aan hem vragen van, joh, kun je geen kaartjes regelen? Ja, joh, tuurlijk. Nou ja, die mensen betaalden een hele hoop geld, maar die kaartjes kwamen natuurlijk nooit. Dus ja, hij was inmiddels al heel veel mensen heel veel geld verschuldigd. En inmiddels waren ze ook gescheiden, zeg maar, die man en vrouw. Hij had inmiddels ook weer een nieuwe vriendin en zo. Ze hebben hem geconfronteerd. En het erge was, het bleek dus ook dat hij die ziekte gefaked had. Want hij was dus helemaal niet ziek. Nou, als er iets is wat ik erg vind, is dat je faked dat je ziek bent, terwijl je dat niet bent. Dus ze hebben hem wel geconfronteerd, maar hij gaf wel alles toe. Maar ik denk niet dat het binnenkwam. Ik denk dat hij gewoon net zo hard weer door zal gaan met alles. Ook al is Nederland nu gewaarschuwd. Dus dat. Ik heb nog even een spelletje gedaan met Natrit. Toen ben ik de vlog gaan afmaken. Dat is allemaal gelukt. Hij is ook opgeslagen. De eerste keer ging het weer niet goed. Het heeft in totaal 1 uur en 40 minuten geduurd voordat hij op kon slaan. Dus ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even een nieuwe maken. En toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. En daarna weer zie je zij. Toen ben ik naar bed gegaan. Toen ben ik mijn boek verder gaan lezen. En die heb ik ook alweer bijna uit. Die kerstboeken, dat zijn nooit hele dikke boeken. Daar ben je best wel snel doorheen. Dus daardoor kun je er ook meer lezen, zeg maar, in korte tijd. Dus dat. Ik heb een pakket binnen. Die ga ik jullie even laten zien. Dan ga ik eventjes hier het rondje de boel doen. Ik moet nog even kerstkaarten schrijven. En ik wil eigenlijk ook nog eventjes een tekst maken op mijn lightboard. En ik moet eigenlijk nog even de legging passen van Zalando. Want als hij niet past, moet hij terug. Want dat heb ik ook nog niet gedaan. Dus ik ga zo eerst even het pakketje laten zien. Dan ga ik muziek aanzetten. Dan ga ik even de boel doen. Dan neem ik jullie nog eventjes mee vandaag. Maar eerst maar even het pakket uitpakken. Ik heb een pakket van de Lidl. Ik heb daar even besteld. Het is natuurlijk bijna kerst. En ik vind het altijd lekker om met kerst te fonduen. Ik heb ook wel een gourmetstijl, maar dat doe ik toch minder snel in mijn eentje. Dat vind ik toch leuker met meerdere mensen. En fondue vind ik in mijn eentje op zich helemaal niet erg. Maar mijn fonduepan was kapot gegaan met Pasen. En ik moest eigenlijk een nieuwe hebben. En toen zei mijn moeder vorige week, oh, Lidl heeft fonduepannen. En ik heb al vaker producten van Lidl gehad die hartstikke goed waren. Volgens mij was mijn vorige fonduepan ook van de Lidl. En toen zei ik van, oh, wat goed. En alleen de actie ging afgelopen zaterdag in en ik ben natuurlijk altijd op donderdag in de winkel. En ik wilde het risico niet lopen dat als ik nu morgen naar de winkel ga, dat ze ze niet zouden hebben. Dus ik heb hem besteld. Dus ik ga even die doos openmaken. Dat doen ze ook niet zo heel erg handig, want stel dat het dus terug zou moeten. Nou, hoeft dit niet terug, tenzij het niet doet. Maar kun je die doos gewoon niet meer gebruiken. Dus hierdoor maak andere dozen. Moeilijk zo'n pannetje openmaken. Er zit 2 jaar garantie op. Het is gewoon een vrij compact fonduepannetje. Als ik hem zo bekijk. Maar dit is hem. De nieuwe fonduepan. Ja, gewoon natuurlijk met voorkeur erbij. Ik laat hem nu wel even dicht zitten. Jullie gaan hem met de kerst wel zien. Ja, het is gewoon een vrij compact pannetje. En dat is eigenlijk prima. Is het 800 watt? Oh nee. Nou ja, goed. Dit is hem in ieder geval, de nieuwe fonduepan. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus die kan mooi naar boven. Dat is in ieder geval weer een mooie
goede pan hopelijk. En die gaan we met de kerst dan uitproberen. Maar dat is wel weer fijn. Dan heb ik die in ieder geval binnen. En hij was ook echt maar 20 euro. Er kwam nu natuurlijk verzendkosten bij. Maar normaal gesproken was hij wel duurder. Maar voor 20 euro denk ik, ja, dat is een prima prijs. Dus dat is die in ieder geval. Even de lekking aangetrokken en deze zit perfect. Je ziet ook gewoon echt hier dat dit gewoon prima zit. Kijk. Dus ja, deze zit heel mooi ook bij de benen. Dus deze kan ik gelukkig dan wel houden. Hij zit heel lekker warm. Ik wil hem eigenlijk aanhouden, maar dat ga ik niet doen. Maar ja, blij dat deze helemaal goed zit. S is toch wel echt mijn maat. Oké, deze tekst zit er ook op. Ik wilde eigenlijk fijne feestdagen er neerzetten, maar dat ging niet lukken. Want er kwam echt letterlijk een eetje tekort. Dus toen heb ik er toch maar weer Merry Christmas van gemaakt. En dat is ook prima. Tijd voor vakje 13. En waar zit die? Hier. Hier zo zit die. Die ga ik even openmaken. Oké. Dat ging niet zo goed als verwacht. Dit is een liquid oogschaduwkleurtje. Een gouden kleur. Heeft hij een naam gekregen. 285 denk ik. 65. Ik kan het niet zo goed lezen. Hij heet in ieder geval Go Glam. Maar leuk. Een gouden oogschaduw. Liquid oogschaduw. Zo. Alles is lekker klaar. De woonkamer is weer lekker rond. Nou, eventjes dat ding in orde gemaakt, want dat bedacht ik me ineens van de week. Ik denk, hé, die had ik ook nog. Net als dat ik vergeten was om, ik heb toen een kerstbal gehad van, met foto's van lente. Die had ik niet in de boom hangen, maar dan komt die heb ik hier standaard in de woonkamer hangen. Dus die heb ik ook nog even in de boom gedaan. Kerstkaarten zijn geschreven. Ik moet alleen nog even één adres achterhalen, die weet ik niet. En dit was ook alweer even een besefmomentje, want ik had weer een kerstkaart minder. Ja. Ja, ik... Ja, omdat opa er nu niet meer is, dan is het ineens, oh ja, die hoeft geen kaart meer. En ja, vond ik altijd zo belangrijk om ook mijn opa en oma een kerstkaart te sturen. En ja, nu merk je gewoon in één keer van, shit, ik heb er weer eentje minder dit jaar. En ja, dat vond ik toch alweer eventjes een gek momentje. En dan kijk ik altijd even naar zijn foto als ik het lampje aanknipper en dan denk ik van... Ja, nog steeds zo verdrietig dat hij er niet meer is. En ja, dat zijn de momentjes die er dan eventjes bij horen.
Ik ga ze morgen proberen te posten. Misschien dat ik even codes online koop, maar moet ik even kijken of dat ik gewoon even wat losse zegels haal. Want ik koop nooit december zegels, want ik heb gewoon nooit veel kaarten. Dus daar moet ik nog eventjes naar kijken. Ik ga zo meteen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik Goede Tijden en dan is de finale van Perfecte Plaatje. Dat vind ik ook wel prima, want ik vind eigenlijk dat ze het te vaak doen. En natuurlijk kun je op een gegeven moment ook zeggen, nou dan kijk je niet meer, maar vind ik het toch wel leuk om te zien. Maar ik had nu wel zoiets van, het is toch wel erg veel. Ik ga nog wel even een spelletje doen, dan ga ik mijn blogpost schrijven. Ik moet dus nog steeds een nieuwe foto maken. Dat zou ik vanmiddag doen, toen ben ik zo in de ga aan de gang gegaan dat ik er niet meer aan heb gedacht. Maar dat komt goed. Ik ga nou, de thumbnail maken. Dan ga ik verder met mijn serie op Netflix met Dirty John. En dan ga ik weer even CSI kijken. En dan ga ik mijn boek uitlezen en dan ga ik slapen. Want mijn coach zou er morgen ook alweer een beetje op tijd zijn. Omdat we dus nog eventjes langs de action moeten. En dan hoop ik dat ik slaag. Maar dat komt vast goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 14 december. Ik ben klaargemaakt. Ik moet alleen nog wat op mijn lippen. Maar ik moet nog even tanden poetsen. Ik heb het een beetje koud. Ik weet niet hoeveel graden het is. Ik ga heel even checken. 5 graden. Het is ook wel een beetje fris. Ik heb een wondje op mijn been. Ik ging, voordat ik ging slapen, nog even een keer naar de wc. En toen krabde ik hem per ongeluk open. Dus echt zo. Ik ben er langs gekomen met mijn nagel. Ik merkte ook meteen dat het wel ging bloeden. Maar ja, ik had geen zin meer om weer een pleister te pakken. Want die staan in de keuken. Dus toen heb ik er een handdoekje omheen gedaan. Omdat ik dacht, oké, dan heb ik in ieder geval niet mijn bed vol bloed. Maar dat is best wel een beetje een gevoelig plekje. Het was ook groter dan ik dacht. Ik had op dat moment geen bril op. En ik zag niet echt. Ja, ik zag wel wat, maar ik wist niet heel goed. En toen dacht ik, oh, dat doet me zo een beetje zeer. Maar goed, toen heb ik vannacht ergens een keer het handdoekje uit bed gegooid, want toen had ik er last van. Maar het is best een beetje gevoelig. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden, daarna de finale van Perfecte Plaatje. Ja, ik vond het eigenlijk wel een beetje jammer wie er nu uiteindelijk gewonnen had. Ik vond het ook een beetje raar, want de eerste foto was van de een veel beter dan bij de ander. Maar bij de tweede was het 3 luik weer beter van de ander, zeg maar. En uiteindelijk, ja, vond ik het toch een beetje de uitslag een beetje gek. Maar ja, goed, dat hebben we ook weer gehad. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik de laatste foto gaan bewerken, heb ik mijn blogpost geschreven. Dus nou, dat was eigenlijk allemaal prima. Toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken en ik geloof dat ik nog 2 afleveringen heb of zo. Ja, dat was ook wel weer mooi, maar ja, ik vind het verhaal is gewoon bijzonder. Het gaat over een man die ligt de boel op, ontmoet een vrouw. Dan gaat ze eerst bij hem weg, maar ze gaat ook net zo hard weer naar hem terug. Dus dat vond ik een beetje bijzonder. En daarna nog even zie je zij, toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Die heb ik, als het goed is, vanavond uit. En dan kan ik weer een nieuwe starten. Ik ga zo meteen weer boodschappen doen. Het is natuurlijk weer donderdag. Mijn coach is er om 1:30. Dus ik heb nog even. Het is nog geen 1 uur. Dus nou, dat lukt nog eventjes. En dan ja, nog even langs de action. Ik hoop dat ik nu de kerstcadeautjes ga vinden. Laatste dingetjes. Ja, ik moet nog even wat dingetjes hebben. Dus ik hoop dat ik nu slaag. Dus nou ja, goed. Dus dat. Ik zal even nog vlees uit de vriezer halen voor het avondeten. En dan even stofzuigen en zo. En dan ja, straks is het ook alweer zo tijd om te gaan. Dus ik ga jullie nog even meenemen naar de action. Ik ga nu in ieder geval eventjes de laatste dingetjes doen. En dan zie ik jullie sowieso weer als ik terug.
ik ga even de boodschapjes laten zien, want ik ben weer terug. Ik heb nog even koffie gedronken, ik moet nog weer even wat uitzoeken. Ik heb boontjes. Ik heb een teddykleed, die hadden ze bij de Boni. Ze hadden geen zwarte, maar wel een grijze. Ik heb hem uiteindelijk wel meegenomen. Want als mijn andere kleed een keer in de was zit, dan heb ik nog een ander warm kleed om onder te zitten. En ja, ik hou natuurlijk gewoon heel erg van teddy, dus een lekker warm kleed. Dan heb ik frikandellen. En nou moet ik eventjes hier wat over zeggen, want ik heb ze vorige week gekocht bij de Albert Heijn. En die zijn 80 gram en deze zijn dus 70 gram, dus er zit echt verschil in. We hebben aardappelschijfjes. We hebben weer mini patatjes, want daar ben ik wel heel dol op momenteel. Dan heb ik 2 keer de frietsaus, dat was 1 plus 1 gratis. Dus die. En ik heb deze Zwitserland Body Mist gekocht. Dat was eigenlijk 1 plus 1 gratis, maar ze hadden er nog maar eentje, dus toen kreeg ik 50% korting. Dus dat is die. Dan heb ik hier nog speklapjes. Gaat het goed? En toetjes. Dat ga ik even de andere kast pakken, want het wordt waarschijnlijk volgende week een andere dag met boodschappen doen. Even wat spullen eruit halen. Brieven en dingen. Ik heb natuurlijk even kerstcadeautjes gehaald. Dan moet ik eventjes het een tonnen eruit halen. Ik heb voor zondag maar een grote schnitzel gekocht, want ik wilde eigenlijk die weer uit de vriezer hebben en die kon ik gewoon niet vinden. Dan heb ik nog kerstsokken gekocht. Die draag ik het hele jaar door hoor. Bij de Lidl. Dus een setje met deze. Gewoon omdat ze heel vrolijk zijn. Maar ik draag het hele jaar door dit soort sokken. Dat maakt niks uit. Deze leuke kerstschaal kwam ik tegen bij de Lidl. Was 2 euro. En ik dacht, oh, dat is wel leuk om daar wat koekjes op te leggen. Dan heb ik ook koekjes gekocht voor in de pot. Dat zijn deze. Ik wilde eigenlijk heel graag die met chocola. Maar die vond ik er bij de Plus beter uitzien. En daar had ik ze niet meegenomen. Dus dat kan nog. Dan heb ik ook nog een setje met deze sokken meegenomen. Ook wel heel erg leuk. Even wat spullen eruit halen hier. Want er ligt hier het een en het ander wat hier niet hoort. Dan heb ik dit topje met een soort van glittertjes erop. Ik dacht dat is wel leuk. Ja, er zit een soort stylish glitter effect in. Chocomel gekocht. Spekjes. Kattenvoer. Slavinken. En een fles cola. Dus dat was dat. Nu zal ik even de adventkalender erbij pakken, zodat we eventjes nog een vakje kunnen openmaken. En dan ga ik eventjes opruimen. Vakje nummer 14 en die zit hier. Het is ook weer een kleiner vakje. O jee. Dit gaat niet goed. Volgens mij. Oh ja, het gaat wel goed, want ik zie nu wat erin zit. Maar nou moet ik hem even omhoog poppen. Oh, hier zit een klein beauty blendertje in. Super schattig. Dus dat is die. Zo, ik ga nu eventjes lekker opruimen. Ja, allemaal een beetje hectisch. Nog even gekeken naar de zorgverzekering. Want dat moet natuurlijk voor 31 december weer geregeld zijn. Ik zit een beetje te kijken. Ik moet hem eigenlijk omhoog gooien voor de tandarts. Omdat ik dat bitje moet laten maken. Maar dan moet ik allemaal even uitzoeken. Ze kwamen nog niet echt uit. Waarschijnlijk moet ik even bellen. Dus ik moet eventjes op onderzoek uitgaan. Nou, ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je de aftrap van de BNB Vol Liefde alweer voor het volgende jaar. Dat is op zich wel leuk. En ik wil ook eventjes... jij hebt ook Ajax. Ik ga ook even Ajax kijken. Ik ga mijn foto's bewerken. Misschien dat ik alvast wil doen voor de blogpost van volgende week. Want daar ga ik wel eventjes druk mee zijn. Want daar moet ik echt best wel veel voor doen. Ik denk gewoon dat ik even wat voorwerk moet doen. Want volgende week vrijdag is gewoon heel druk. En ik moet echt nog even kijken wanneer ga ik mijn slaapkamer schoonmaken. Het is even heel druk in mijn hoofd. Nou, dan ga ik in ieder geval weer lekker mijn Netflix serie kijken. En daarna nog even zie je zijn. Dan ga ik lekker mijn boek uitlezen. Ik denk nog wel even een nieuwe starten. Dus dat wordt in ieder geval mijn avond. Ik ga nu verder niet zo heel veel eigenlijk meer doen. Dus gewoon eventjes lekker relaxen als ik heb opgeruimd. Dus ik zou bij deze dan in ieder geval zeggen tot morgen.
Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 15 december. Ik zit weer even in de andere hoek, want de bank ligt vol. En Tijgertje zit in het hoekje waar ik normaal altijd zit. Maar ik ben klaargemaakt. Ik heb net een video opgenomen. Dat was een beetje een verschrikking, moet ik zeggen. Dat was niet helemaal geweldig. Maar goed, dat gaan jullie wel zien in de video die online komt aanstaande dinsdag. Nou, gisteravond heb ik eigenlijk gewoon lekker opgeruimd, gedoucht, gegeten, goede tijden gekeken. Daarna heb ik lekker gekeken naar de BNB Vol Liefde, de aftrap. Ik was een beetje in de war. Ik dacht eigenlijk dat het een beetje te maken had met het winter BNB seizoen. Maar dit waren dus de kandidaten die voor aanstaande zomer weer mee zullen doen, waar mensen zich voor kunnen inschrijven. En ja, wat mij opviel waren vooral wat meer oudere mensen dit keer. Dus niet heel veel jonge mensen. Maar ik ben wel benieuwd. Dus we gaan het wel zien. Ook alweer wat mensen waarvan ik dacht, oh, dat vind ik dan wel weer een beetje apart met nudisten en dingen en zo. Ja, dat is helemaal niet mijn ding. Maar ja, als mensen daar wel van houden, prima. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. Ik heb een nieuw spel gedownload, Palpita. Nati stuurde mij een berichtje. Je moet hier even een account aanmaken, want voor dat spel, dat is een gratis spel. Ik weet nog niet wat ik ervan moet verwachten. Ik heb hem nu. Ik had hem wel aangezet, maar het duurde zo lang. Dus ik heb op een gegeven moment wel mijn switch uitgezet. Dus als die vanavond weer aangaat, zal die wel verder gaan. Dus dat. Nou, ik heb mijn foto's bewerkt. Ik ben al een stukje begonnen met het artikel voor volgende week vrijdag. Dus wel lekker vooruitgewerkt. Toen heb ik Dirty John gekeken. Vanavond de laatste aflevering. En daarna zie je zijn. Daar heb ik wel weer van genoten. Dus dat was prima. Ik ga zometeen even boven aan de gang, want ik heb stof gezogen. Maar ik heb nog allemaal dingen opgehangen in huis. En dat ga ik jullie laten zien. Want boven dat is gewoon niet te doen. Maar ik heb nog weer even een plankje opgehangen en mijn sleutelbordje. En dat hangt inmiddels allemaal. Dus dat ga ik jullie laten zien. Dus dat vind ik wel leuk. Zodat jullie ook het resultaat kunnen zien. Dus dat is eigenlijk eventjes wat ik ga doen. Dus ik ga even aan de gang, ga een muziekje aanzetten en dan ga ik ook eventjes lekker aan de gang. Nou, ik heb er even een plankje bij opgehangen, want ik wilde dus ook nog foto's van lente en jaren erbij. Die pasten niet meer op het bovenste plankje, dus die heb ik eronder opgehangen. De foto's zelf, als die erop staan, laat ik niet zien, want we mogen niet in beeld komen, maar die hangt in ieder geval ook weer. En ook het sleutelbordje hangt, dus dat vind ik ook wel super leuk staan. Daar ben ik ook wel super blij mee. Het is even wat rustiger, dus ja, super leuk zo. Tijd voor vakje 15. En vakje 15 zit hier. Ik had al even gespiekt waar die zat, zodat ik niet zo hard moest zoeken. Nou, het openmaken weer.
Wordt ook echt net wat lastiger, jongens. Nou. Krijg hem niet eens op, joh. Oh, hebbes. En we hebben weer een oogpotloodje. Er staat op 277 Enchanted. Dat is een beetje een zilver kleurtje. Kunnen jullie het zien? Kijk, zilverkleur potloodje. Dat is super leuk. Nou, zilver. Nou, groen zie ik nu. Ik dacht dat het zilver was, maar het is toch groen. Dus super leuk. Ook wel leuk voor de kerst. Zo, ik heb boven eventjes de kledingkast weer gedaan. Want dit was uit elkaar gevallen. Dus dat heb ik weer mooi teruggehangen. Ik heb nog even wat andere dingen opgeruimd. Dus dat is allemaal mooi goed gekomen. Dus dat is fijn. Net even alle spullen opgeruimd van het filmen, de lamp, het statief en zo. Kartjes hebben ook net lekker gegeten. En ik was helemaal vergeten te vertellen dat ik gisteren ook nog naar Ajax had gekeken. Ik vond het zelf een goede wedstrijd. Ze hebben met 3-1 gewonnen. Dus we zijn nu nog weer verder zeg maar daarin. Dus dat vond ik wel ja, eigenlijk wel super goed dat ze het zo goed hadden gedaan. Dus dat was wel super fijn. Nu ga ik soms eventjes lekker relaxen. Ik had straks heel erg hoofdpijn. Dus ik had even een aspirintje genomen. Dat is gelukkig wel gezakt. Dus ga ik zometeen mooi eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon weer de Mask Singer. Dus dat ga ik wel weer kijken. Ja, al is het nu wat minder leuk omdat ik gewoon echt niks weet. Maar we gaan het wel weer zien. Ik moet nog even twee nieuwe foto's moet ik nog maken. Oei, oh, dat ga ik zo eerst eventjes doen. Dan heb ik dat gedaan. Dan ga ik eventjes de video in elkaar zetten. Dus mijn blogpost schrijven. Ik denk nog even een spel doen. Ik hoop dat dat spel even wil downloaden, die nieuwe. Nou, dan ga ik lekker verder met de Netflix-serie. En vanavond begint Sleepers. De eerste aflevering van Sleepers staat online. Dat vind ik altijd heel mooi. Dus dat ga ik ook kijken. Ik heb ook even de kerstcadeautjes al apart gezet. Dus dat is ook mooi. Ik moet nog even papier halen. En dan kan ik dat ook inpakken. En dan is dat ook allemaal weer klaar. Ik ben ook in een nieuw boek begonnen. Want ik had gisteravond mijn boek uitgelezen. Ik ben gelijk weer een nieuwe gestart. Dus dat is wel super leuk. Dus dat ga ik ook weer lekker verder lezen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik heb ook niet zo heel veel meer te vertellen. Dus ik ga bij deze dan gewoon zeggen ook maar tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 16 december. Ik ben klaargemaakt. Vandaag is het 22 jaar geleden dat mijn oma overleed. Echt heel lang geleden. En daar denk je dan toch wel even aan. Ik was toen natuurlijk nog best wel jong. Ik was 10. Maar dan is het ook wel een gek idee dat opa er nou ook niet meer is. Maar ja, dat is een beetje het leven helaas. Maar ondanks dat het lang geleden is, denk je nog wel aan. Ik heb gelukkig nog wel herinneringen, zeg maar. Die kan ik tenminste nog wel bedenken, ondanks dat ik wel heel jong was. Ik heb een kerstkaartje gekregen, een hele leuke van mijn moeder. Deze met konijntjes erop en zelfs de postzegel was heel leuk. Er zaten ook diertjes op. Die kan ik verder niet laten zien, want dan zie je mijn adres in beeld en dat is niet de bedoeling. Gisteravond heb ik gekeken naar de Mask Singer. Ik was verbaasd. Er gingen weer twee karakters uit en ik had niet verwacht dat deze mensen erin zouden zitten. Vooral die laatste verbaasde me heel erg. Ja, de eerste eigenlijk ook wel. Ik had niet verwacht dat deze persoon dat zou doen. Maar de laatste was ook wel heel verrassend. Die had ik ook totaal niet zien aankomen. Die heeft het heel goed gespeeld. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Dat nieuwe spel is inmiddels ook gedownload, dus dat is fijn. Toen ben ik mijn blogpost geschreven, heb ik de video in elkaar gezet. Dus nu wil ik vanavond wel eventjes goed verder gaan. Want dat is ook wel weer eventjes nodig. Want ik moet
Ja, nog best wel veel doen voor deze week. Ik zit echt een beetje in de stress, want mijn slaapkamer die moet gedaan worden. En die is eigenlijk vrijdag aan de beurt. En ja, dat gaat niet lukken. En nou ja, goed. Beetje stress in mijn hoofd, maar dat komt uiteindelijk wel goed. Nou, toen heb ik de laatste aflevering van de serie gekeken van Dirty John. Ik ga dan nu naar seizoen 2, maar dat draait dan om een ander verhaal. Maar ja. Bijzonder einde. Ik had hem niet verwacht, maar bijzonder. Ja. Dus ja, ik vind het zeker een aanrader. Vooral als je van verhalen houdt die wel waar gebeurd zijn, is het echt wel een aanrader. En daarna heb ik Sleepers gekeken in seizoen 2. Ik moest even wennen, want de actrice die de vrouw van Robert de Hoog speelde, die is gestopt met acteren. En daar is dus nu iemand anders voor in de plaats gekomen. En daar moet ik steeds heel erg aan wennen, want dat heb ik al vaker gezien. Dat is toen ook bij Oogappels, zat zij eerst ook in en later werd dat ook iemand anders. Maar wel weer heftig hoor. Maar op zich ook wel weer leuk dat het begonnen is. Toen ben ik naar bed gegaan, heb mijn boek gelezen. Toen ben ik lekker gaan slapen. Ik ga vandaag de kwasten wassen. Ik ga nog even boven wat doen. Gewoon een beetje rommelen. Het is ook een donker dagje, dus ik denk dat ik vrij vroeg de lampjes aan moet doen. Maar ik ga gewoon even wat dingetjes doen. En nou ja, ik neem jullie straks gewoon even mee bij het wassen van de kwasten. En ja, dan tuig ik nog eventjes naar boven. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Tijd voor vakje 16 en die zit hier. Love staat erop dit keer. En hier zit in een lipolie. Ook altijd wel heel erg lekker, dus super leuk. Zo, ik ben weer klaar voor vandaag. Wat ik wilde doen is gelukt. Ik heb boven even wat gedaan. De kwasten zijn schoon, dat is altijd wel weer heel erg fijn. Nu heb ik het wel koud. Het is nu ook wat kouder in huis. De afgelopen dagen heb ik eigenlijk niet echt hoeven stoken, want dan was het echt al 17, 18 graden. Dus dan hoefde het niet, maar nu is die wel wat meer gezakt. Dus nu kan die wel weer even aan straks. Ik heb nog even lekker in mijn blog en YouTube-boek gewerkt. Dus ja, dat was eigenlijk allemaal wel heel erg fijn zo. Alleen de kaart van mijn camera zit vol, dus die moet ik legen. Ik ga zo meteen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik de laatste aflevering van Hudson en Rex kijken. En ik denk nog even Steenrijkstraat Arm of zo. Want je hebt ook een soort moordfeest op SBS6, maar dat lijkt me niks. Dat is allemaal een beetje een soort verraderachtig. En Wie is de Mol? Dat zijn allemaal programma's die zijn niet aan mij besteed. Dus dan ga ik dat lekker kijken. Ik wil nog even verder met Disney Dreamlight Valley. Dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. En eventjes verder nog met wat foto's. Dan ga ik de tweede aflevering van seizoen 2 kijken. Dus van de serie van Dirty John. Want ik was begonnen met seizoen 2, aflevering 1. Dus ik kan nu naar aflevering 2 gaan. Dan ga ik nog even wat op Videoland kijken. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat wordt verder ook de avond. En natuurlijk mijn kaartje legen. Dat is heel belangrijk. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 17 december. Ik zit nog even op de bank. Ik ga zo meteen eventjes wat doen. Ik wil namelijk even een soort van momentje voor mezelf hebben. Ik wil even mijn wenkbrauwen doen, eventjes mijn meeeters uitzuigen en dat soort dingen. Dus dat vind ik wel lekker. Doe ik dan even als ik de groente heb afgehaald en zo. Gisteravond heb ik gekeken naar Hudson en Rex, laatste aflevering. Super spannend, super mooi. En ik vind die hond zo schattig, echt. Ik zei het nog in de groep. Ik zeg, ik hou van die hond. Hij is zo schattig, zo slim. Ja, echt super leuk.
Daarna heb ik even Steenrijkstraat arm gekeken. Was wel weer wat irritatie bij, maar dat zal ik wel houden. Soms denk ik van ja, misschien moet ik stoppen met kijken, maar ik vind het toch altijd wel interessant. Maar er zijn toch altijd wel dingen die voor mijn gevoel niet helemaal kloppen, maar goed. Toen heb ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Ik heb nog even Disney Dreamlight Valley gedaan, daar kwam ik nu wat verder mee, dus dat was fijn. Nou, ik heb nog wat foto's bewerkt. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie seizoen 2. Ik weet dus niet precies hoe dit heet, maar het is wel, ja, het was wel leuk. Want nu zag je ook wat meer hoe het er dan vroeger aan toe ging. Al snap ik het nog niet helemaal, maar dat komt vast goed. En toen ben ik begonnen met Dubbel Leven. Ik heb dat ooit al eens gezien. Dat is een Belgische serie. Dat heb ik ooit al eens een keer op België gekeken. Toen was het nog 1. Dus dat is echt al heel lang geleden. Want tegenwoordig heeft het een andere naam gekregen. Dat zag ik nu op Videoland staan. Ik dacht, hey, dat vind ik nog wel weer een keer leuk om nog een keer terug te zien. Want toen ik dat heb gekeken, toen woonde ik letterlijk nog thuis. Dus dat is echt, het is ook een serie van 2010. Dus het is echt heel lang geleden. Maar ik vond het wel leuk om weer een keer terug te zien. Toen ben ik naar bed gegaan en mijn boek uitgelezen. Dus ik kan vanavond weer een nieuwe uitzoeken. Ik ga nu even stofzuigen en de bak scheppen. Dan ga ik even de groente afhalen. En dan ga ik eventjes mijn wenkbrauwen doen. En eventjes mijn poriën uitzuigen. En dan ga ik straks nog even foto's maken. Dus ik zal straks nog even de fotospullen laten zien. Ik zal even de camera iets opladen. Want die is niet zo heel vol meer. En dan ga ik dat eventjes doen. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Zo, tijd voor de fotospullen. Ik heb hier een sparkling lippenbalsem van Catrice. Die vond ik er wel heel leuk uitzien, dus ik ben wel benieuwd naar deze. Dan heb ik hier de Prime Like a Boss Eyeshadow Base. Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. En ik heb hier de nagelpolish droog drops van Max & More. Dus hier ga ik dan mooi eventjes nu foto's van maken. En ik had er nog een paar, die waren niet helemaal mooi geworden. Dus die pak ik ook gelijk even mee. Dan heb ik die ook gedaan. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Tijd voor vakje 17. Even kijken hoor. Vakje 17 zit hier. Er staat ook een cadeautje bij. Dus laten we hem openmaken. Oh, wat leuk. Er zit een scrunchie in. Kijk, een hele leuke gouden scrunchie. Ah, dat vind ik echt wel heel leuk. Heel leuk kleurtje. Ook wel echt, echt wel kerstachtig. Ja, superleuk. Ik hou heel erg van scrunchies. Dus ja, die vind ik echt ook heel leuk. Zo, ik zat even half onder een kleedje. Want ik was even op de laptop bezig aan tafel. Maar ik had het zo koud dat ik even een kleedje heb omgedaan. Ik heb inmiddels ook even de stream aangezet, want Ajax die moet straks weer spelen tegen PEC Zwolle vandaag. De trainer is er niet, dus ik ben wel heel benieuwd wat voor wedstrijd het gaat worden. Je merkt wel dat de trainer voert heel erg aan, ook aan de zijlijn. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat dan nu een keertje doen zonder de trainer. Maar goed, dat gaan we zien. Ik heb eventjes lekker een soort van me-time momentje gehad. Ik heb even mijn pori gedaan. Ik was straks heel rood, maar het begint al wel weg te zakken. Gewoon weer lekker een schoon gevoel. Ik heb mijn wenkbrauwen eventjes gedaan, dus dat is ook wel heel erg lekker. Mijn nagels heb ik eventjes al die glitters afgeveld en eventjes met zo'n blokje heb ik ze weer eventjes gedaan. Maar ik wil eigenlijk even een beetje nagelolie opdoen voordat ik ga nagels lakken vanavond, want dan kan het even weer een beetje intrekken. De foto's zijn klaar, dus toen ben ik even achter de laptop gekropen, dus dat was het ook. Maar die heb ik nu alweer neergezet voor de stream, omdat Ajax niet op de gratis zender was. Ik ga zo meteen dus eventjes lekker Ajax kijken. Ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je weer het roer om, dat ga ik kijken en daarna de muziekquiz. Dan ga ik de foto's bewerken. En ook eventjes verder voor het artikel van vrijdag, hoop ik. Dan ga ik verder met de Netflix-serie. En vanavond kijk ik gewoon CSI, want dan kijk ik morgen, volgende week kijk ik dan eventjes de poli af, want dan is de laatste aflevering die wordt uitgezonden. Dus dat, ik ben even aan het checken, want volgens mij zit muis nog weer wat blokjes weg te eten. Daar ben ik niet zo blij mee, want muis kan zich niet overeten, want dan moet ze spugen. Dan ga ik lekker naar bed om een nieuw boek uit te kiezen, dus dat wordt het ook. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker wat drinken. Ik zie daar gewoon iemand die heeft een kerstmuts op. Daar moest ik even om lachen. En dan ga ik lekker onder een kleedje. En dan gaan we eens even kijken wat deze wedstrijd gaat doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen.
Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag alweer 18 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het alleen ijskoud. Het is 9 graden buiten, maar het zal wel gewoon aan mij liggen. Ik ga zo meteen toe gaan de poets, dus dan krijg ik het vanzelf wel wat warmer. Maar ik vind het gewoon echt wel heel erg fris. Ik heb gisteravond gekeken naar Ajax. Ik was niet heel blij. Uiteindelijk hebben we gelijk gespeeld met 2-2. Ik vond alleen het laatste doelpunt van de tegenpartij vond ik niet terecht, want dat was eigenlijk Hens. Maar de VAR heeft hem goed gerekend, dus toen was het 2-2. Wat ik heel mooi vond, ze hadden in de 55ste minuut deden ze een ode aan de trainer van Ajax. Ze hadden gekozen voor de 55ste minuut, want zijn vrouw is op 55-jarige leeftijd overleden. En ze wilden eigenlijk gewoon laten zien hoe blij ze zijn dat hij naar de club is gekomen. En dat hij Ajax eigenlijk weer uit het slop heeft getrokken. En dat was echt heel erg mooi. En het was heel jammer, want hij was er zelf niet bij. En dan denk ik, ja, hadden ze dat dan niet... Ja, een weekje eerder of 2 weken eerder kunnen doen. Ik snap dat het vorige week misschien niet kon. Want je wilt dit doen als je in de arena speelt. Maar dat was wel jammer, want hij was er zelf niet bij. Ik heb het idee dat ik een hele rode neus heb. Wat is dit? Zo. Nou, ik snap niet wat dit is. Dus dat. Ik heb lekker gegeten. Ik heb het roer omgekeken. Hoe is het nu met? Het was ook wel echt superleuk. Gewoon om weer even terug te zien. Daarna heb ik de muziekquiz gekeken en ik voel mezelf zo goed. Ik ben normaal niet zo van het opscheppen, maar dit was echt wel, vond ik, heel knap van mezelf. Ze moesten zeg maar aan de hand van steekwoorden, moesten ze artiest raden. En ik zag het eerste steekwoord en ik zei, oh, dat is die artiest. En dat was ook heel raar, hoor. Dan zit ik hier in mijn eentje en dan zit ik gewoon hard op mee te spelen. En ik had het goed. En de tweede, dat was een nummer die ze moesten raden. En toen zag ik ook 2 steekwoorden. En ik zeg, oh, dat nummer. Ja hoor, ik had het weer goed. Dus dat was wel leuk. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn deze kleur. Dit is al een vrij oud lakje. Want het is eentje van Essence uit de Spice It Up. En dit is een scented nail polish. Hij had ook altijd een geur. Maar, nou, dat is deze. Heeft ook een naam. 01 Sweet Like Berries. Dus ja, ik vond wel weer een keertje een leuk kleurtje. Ik moet ook morgen al boodschappen doen. Had ik al een beetje zien aankomen. Was al een beetje gezegd, maar het was nog niet helemaal zeker. Maar dat wordt dus morgen. Dus ik moet vanavond nog wel eventjes goed de foldertjes doorspitsen. Want ik moet natuurlijk de kerstboodschappen doen. En nou is het zo, mocht ik echt iets vergeten zijn, is er misschien vrijdag nog wel even kans dat ik naar de winkel kan. Want ik ben vrijdag bij mijn vader. Maar ja, ik wil gewoon het liefst wel alles proberen te halen. En ik hoop dat ik niet misgrijp. En ik moet ook nog even een cadeautje voor Yara halen. Want ik heb voor haar nog niks. Want bij de Action hadden ze gewoon niks wat ik bij haar vond passen. Ja, en heel veel speelgoed had ze ook al gekregen met Sinterklaas. Dus ik zag ook niet echt iets nieuws. En je moet natuurlijk echt kijken naar babyspeelgoed. En dat is best lastig. Nou, ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet even nog 2-3 nieuwe maken, want daar was ik niet tevreden over. Ik heb mijn thumbnail afgemaakt. Dus dan kan ik eventjes... Ik moet gewoon eventjes echt vanavond ook even heel hard aan de bak weer met mijn vlog en YouTube. En, of mijn blog en YouTube, sorry. En ik heb weer de Netflix-serie gekeken, superleuk. En daarna heb ik weer CSI gekeken. Dus dat was ook mooi. Toen ben ik naar bed gegaan, ben ik een nieuw boek gestart. Echt superleuk boek, echt super grappig nu al. Dus dat. Ik ga nu aan de gang. Ik heb nog wat kleine dingetjes gedaan. Daar ga ik jullie ook in meenemen. Maar ik neem jullie straks ook nog wel eventjes mee. Dus ik ga even muziek aanzetten, wasje aanzetten. En dan hoop dat ik een beetje opwarm. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Thank you.
tijd voor vakje 18. De handschoen is maar weer aan. Dus ik ga even kijken waar die zit. Hier zo. Met een sleuteltje. Ja, het was eigenlijk een beetje jammer. Ik zag toevallig op Instagram iets voorbij komen. Iemand had hem uitgepakt. Dus ik zag al wel een beetje wat erin is. Ik zag al wel een tubetje, maar ik wist niet wat het was. Maar het is een eye primer. Superleuk. Ze had het superhandig natuurlijk. Dus superleuk. Dus ik moet vanaf nu ook geen reels meer kijken van Max en Mor. Maar een heel leuk eye primertje. Zo, hier is de boel inmiddels weer lekker klaar. De katjes hebben net gegeten en de gang is klaar, de douche is klaar. Dus dat is allemaal weer heerlijk. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ja, dus dat vind ik gewoon altijd wel fijn als dat allemaal weer gedaan is. Dus dat is wel weer lekker. Was is ook al klaar, die kan ik straks nog even ophangen. Deze nog even af, maar dat doe ik straks gewoon eventjes. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik hoop dat het eten lekker wordt. Ik heb hier snijbonen. Vorige keer was ik er niet zo lekker van. Maar ik hoop dat het nu wel even goed valt. Vanavond kijk ik Goede Tijden. En dan begint de Winter Vol Liefde. Dus dat ga ik kijken. Dan neem ik wat goed van de Meilandjes even op. Dan ga ik die Winter Vol Liefde kijken. Want dat lijkt me ook wel heel erg leuk. Ik ben natuurlijk van die BNB Vol Liefde ook altijd wel fan. Dus dit lijkt me ook leuk. Dus dat ga ik vanavond kijken. Ik ga nog even een spelletje doen en dan ga ik heel snel mijn video in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven, even die nieuwe foto's nog maken. Ik hoop nog even verder te gaan, het artikel voor vrijdag. Dan ga ik lekker weer het tweede seizoen van Dirty John kijken en daarna weer zie je zijn. Dan ga ik naar bed om mijn boek te lezen, want morgen moet ik alweer een beetje op tijd boodschappen doen. Dus dat wordt verder mijn avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen, eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 19 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb alleen een verkeerd truitje aan, want ik heb een driekwarts mouwtje aan. Dat is eigenlijk te koud. Ik had het niet helemaal door toen ik hem uit de kast griste gisteren. Maar hij is eigenlijk net fris zat. Maar goed, ik moet zometeen boodschappen doen. Mijn coach komt zometeen. Ik moet dus de kerstboodschappen gaan doen. Ik vind het altijd best wel een dingetje. Ik word er altijd een beetje zenuwachtig van. Het komt natuurlijk omdat ik maar één keer per week kan gaan. Ja, als er echt nog iets is wat ik vergeten ben of wat er niet is, zou ik het vrijdag misschien even kunnen halen. Daar vertel ik in de volgende vlog even meer over hoe de vrijdag eruit ziet. Want dat is een beetje een andere dag. maar goed, in ieder geval dus vandaag de boodschappen. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna de Winter Vol Liefde. Vond alleen een beetje vreemd, want ik dacht dus dat er ook een kandidaat mee zou doen die al eerder bij een BNB Vol Liefde kandidaat was geweest. Maar die zag ik niet terug, dus misschien dat die toch niet is uitgekozen, ik weet het niet. Ja, dit zijn niet echt mensen die per definitie een BNB hebben. Ze hebben allemaal vaak wel een andere baan. Zij is wel iemand bij die runt een hotel. Maar ja, het is allemaal een beetje wennen, want het is dus een beetje anders, maar het was op zich wel leuk. Het is ook een maand, dus het is ook minder lang volgens mij als de BNB. Maar ja, het was op zich wel, wel leuk, dus ik ben wel benieuwd. Ik had wel gelijk, er zat één man bij die viel ook op mannen en die kreeg dus een van die mannen op bezoek. En ik had gelijk zoiets van, nee, dit is geen match, maar ik vond hem ook wel een beetje apart. Maar die man die dus bij hem bezoek kwam, die begon gelijk, ja, ik was vroeger heel klemerig. En oké, dat was bij hem al gelijk zoiets van, oh, dat hier hou ik helemaal niet van. Hij had ook nog nooit een relatie gehad. Dus toen dacht ik al, nou, dat gaat hem niet worden, die twee. Maar goed, we gaan het wel zien. Ik heb nog even een spel gedaan. Toen heb ik daarna eventjes mijn blogpost geschreven. Video in elkaar gezet, die komt straks online. Toen heb ik de foto's verder bewerkt voor het artikel voor vrijdag. Daar hoop ik eventjes vanavond of zo nog even wat aan te schrijven als dat allemaal lukt. Toen ben ik weer verder gegaan met de serie op Netflix en daarna weer zie je zei dat was heel mooi. Dus daar kan ik wel van genieten. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Goed, ik ga eventjes hier de kleding van de bank aan, de laatste dingetjes doen en dan ga ik de deur uit met de boodschappen. Ik ga jullie gewoon de boodschappen laten zien als ik terug ben. Ik neem jullie nu eventjes niet mee. Want het is even heel druk in mijn hoofd, maar ik ga als ik vanmiddag terug ben nog wel even Diamond Peters. Dus dan ga ik jullie daar nog wel even in meenemen, want ik ga zo'n kerstlichtje in elkaar painten. Dus dat ga ik dan eventjes doen.
Dus goed, ik ga eventjes de laatste dingen doen en dan ga ik zo weg. Dus dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Oké, helemaal nat geregend, maar ik ben terug van de boodschappen. Ik heb 2 rollen inpakpapier gekocht voor de kerst, want ik moet nog even kerstcadeautjes inpakken. Dan heb ik nog deze 2 leuke kerstballen gekocht van Disney. Die kwam ik bij de Aldi tegen. Echt super leuk. Die vond ik echt zo leuk, dus die ga ik nog even in de boom hangen. Er staan overal Minnie en Mickey figuurtjes op, dus ze zijn gewoon super leuk. En dan kijk, deze te gekke schoenen van Disney. Ze waren echt nog 5 euro. Dus ik heb ze gekocht. Ik vond ze echt te leuk. Voor mijn moeder heb ik eventjes deze gekocht. De raamstickers van Takkie. Die moet ik alleen even laten drogen. Ze zijn een beetje nat geworden. Dan heb ik weer de frietsaus. Die was nog 1+1 meegenomen. Champignons. Ik heb de kersteditie van Starbucks 2 keer. 2 keer een chocotoetje met slagroom. Puur. 2 keer een Vianetta ijsje. Deze kerstkransen. Dan heb ik varkensnitzels. Die doe ik dan voor bij de fondue. Slavinken. Een flesje olie. Ook nog deze kransjes. Die vond ik ook al zo lekker. 2 keer een fles 7-Up. Toch maar weer even vatten voor, want dan weet ik nooit of ik het precies red. Ik ben er gewoon altijd bang dat ik tekort kom. Koffiemelk. Een slagroom. Boontjes. Is het cadeautje voor jaren? Laat het nog even niet zien. Rolade. Mini-slavinkjes voor bij de fondue. Hamburgers, speklapjes, gewone patatjes, want ik vind de minis zo lekker, maar die gaan in de fondue niet zo goed. 2 keer frikandellen. Dan heb ik hier mini kipfilet en het is allemaal echt ook goed tot, dit is gewoon allemaal nog tot de kerst goed, dus hoeft ook niet in de vriezer. Sommige zijn heel lang, sommige iets korter. Aardappelschijfjes. We hadden de grote schnitzels, dus die heb ik nu wel meegenomen. Chocomel. Heb ik nou 2 keer chocomel gekocht? Oh, wat stom. Ik had natuurlijk al chocomel bij de Boni gekocht. Nou ja, heb ik een extra pak. Maakt niet uit. Chocolate chips. Die hadden ze nu, die hebben ze niet zo vaak. Mondwater. Kattenvoer en ik heb het gewoon bij de Hema. Dat moet ik even uit mijn tas grissen. Ik heb nog kerstvetjes. Deze lipkit, die kwam ik tegen bij de Zema. Dan heb ik de Zwitser douchemoes gekocht. Die was nu 3 euro bij de Trekpleister. En ik heb nog dit leuke glitterlakje voor kerst. Dus dat heb ik gekocht. Ik ga dit nu even opruimen. Dan ga ik even stofzuigen. Dan ga ik eerst nog eventjes een video opnemen. En dan ga ik nog even diamond painten. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Maar eerst maar eens eventjes een beetje opruimen en eventjes nog wat drinken, want ik ben heel erg dorstig. Voor vakje 19 en 19.
hart, jongens. Ja, waar zit hij eigenlijk? Zo. Even zoeken hoor. Hier. Hier zit ze in. Hele schattige stickertjes. Nagelstickertjes met ja, echt heel erg kerstgerelateerd. Super leuk. Zo, nou, ik heb eigenlijk niet meer een video opgenomen. Ik heb wel eventjes de spullen van de kerstspullen laten zien voor de Action Shoplog, maar die komt nu nog niet online. Maar dan heb ik in ieder geval dat wel even gedaan. Maar ik ga het liever donderdag even doen. Nu eventjes lekker rust. Ik voel me nu ook niet helemaal lekker. Ik heb heel erg last van mijn rug. Ik ben een beetje misselijk. Ik denk gewoon een beetje de stress van dat je de boodschappen binnen hebt. En dat is heel fijn dat het nu gelukt is en dat het er nu een beetje uitkomt. Dat zal echt wel weer goed komen. Maar ik voel me nu gewoon eventjes niet helemaal lekker. Ik ben gewoon moe. En ja, net wat ik zeg, het komt wel weer goed. Maar ik heb wel eventjes lekker met dat lampje diamond paint. Het was wel leuk, maar ik heb hem nog niet af. Dus ik laat hem even zien als hij af is. Maar het was wel even leuk om daarmee bezig te zijn. Dus dat ging eigenlijk allemaal wel prima. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon Goede Tijden. En daarna ga ik weer verder met Winter Vol Liefde. Want dat komt vanavond ook weer. Dus ik ben wel benieuwd. Dan ga ik de vlog afmaken. Ik denk nog wel even een spelletje doen. Ik ga mijn foto's bewerken. Netflix-serie kijken en daarna ga ik nog even CSI kijken. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Dan denk ik dat ik snel slaap, want ik ben best wel moe. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je de melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!